Chefsfriends.nl. Die heeft drie plaatsen, denk ik. Eentje is de French Laundry in Amerika geweest, maar was die boot zat, dus dat weet ik niet meer te vertellen. Twee is met mij samen bij de een hele mooie fles wijn gedronken met z'n tweeën. In Apeldoorn bij Peter Klossen. En ik heb hem een keer meegenomen naar Pierre Gagné aan prijs. Ik vermoed dat dat in de stad is geweest waar die heel graag kwam, in Parijs. En ik denk of bij Alain Passard of in de Elzerse krokodil. En wijn drinken. Ja, ja, dat doet het liefste. En lopen volgens mij. En wijn, ja, glas wijn drinken. Goed glas wijn drinken. Mountainbiken, relaxed, vooral met z'n kinderen omgaan, aandacht thuis geven en lekker eten en drinken met vrienden. Die kan heel vrolijk zijn, maar die kan ook heel, emotioneel zijn. Geëmotioneerd, ja. Massa's eigenschap is best wel een golf, zeg maar, een golf. Maar een positieve zin van het woord. Betrouwbaarheid en creativiteit. Ja, hij is heel betrouwbaar. Hij doet altijd alles wat hij zegt. En daar kun je echt 100% van uitgaan. En anders is hij het vergeten, maar hij doet altijd wat hij zegt. En hij is super creatief. SPS. Ja, dat is voor ons goud. Klaar. Ja, SPS is sowieso. Blauwe Bes doet hier heel veel mee. Mooie aardbeien uit deze regio. Aardpeer doet hij heel veel mee, want er wordt al een vriend van ons. Rode Biet wordt al een vriend van ons verplant. Maar ja, ik denk dat asperges is de highlight, denk ik, waar hij het liefst mee werkt. Ja, zijn beste wijn ooit dat hij gedronken heeft, dat is toen in Apeldoorn zijn geweest, hebben we het ook gedronken. In Bordeaux was dat, oh, ben ik even de naam kwijt. Die was fantastisch. We gingen naar een cursus en er stond hij bijna op de kaart en ik zei, ja, bestellen. En die stond voor een hele mooie prijs op de kaart. Normaal betaal je, niet, hoe heet die wijn? Ik ben vandaag bij. Hij weet dat. Nou, ik weet dat hij heel gek is op Eloge van Gus Anderson uit Napa Valley. Maar welke wijn dat hij het mooiste vindt, heeft ook een hele tijd lang heel veel Pomerols lekker gedronken. Mooiste wijn die hij ooit gedronken heeft. Ja, specifiek weet ik niet, want we drinken best mooie wijnen regelmatig. En ja, daar geniet ik ook van. Dus, we hebben ook een keer samen een 88er Brunaire du Cru gehad bij Peter Klossen. De Echo Put, dat was ook een heel memorabel moment samen. Chefsfriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer Chefsfriends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.